Het vragenuurtje in de Senaat is niet altijd het meest mediagenieke moment van de week. Minister Dardenne maakte daar onlangs een uitzondering op door in dronken toestand op het spreekgestoelte te verschijnen. En deze week stal premier Leterme ongewild de show. Hij beantwoordde een vraag van een senator door zonder het te weten de vraag zelf te herhalen. Tijdens het vragenuurtje in de Senaat afgelopen donderdag betreurt een Franstalig senator het overlijden van een Belgische VN-medewerker in Haiti. De senator wil ook weten van hoeveel Belgen in Haiti er nog niets is geweten. À propos du nombre de Belges dont on est encore sans nouvelles, on peut dire qu'un certain flou semble avoir régné depuis plusieurs jours. Ainsi, lundi, une radio nationale annonçait à 18h30 qu'on était sans nouvelles de 64 Belges. Une autre radio avancé vers 18h le chiffre de 66. Hier soir, un journal télévisé parlait de 31 Belges non encore retrouvés. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est exactement? De vraag is bestemd voor minister van Buitenlandse Zaken Van Akkeren, maar omdat die in het buitenland zit, antwoordt premier Leterme in zijn plaats. Ook hij betreurt het overlijden van de Belgische medewerker en zegt daarna dit. À propos du nombre de Belges dont on est encore sans nouvelles, il semble avoir régné un certain flou durant depuis plusieurs jours. Ainsi, lundi, comme vous l'avez dit, une radio annonçait à 18h30 qu'on était sans nouvelles de 64 Belges. Une autre radio à 18h parlait de 66. Hier soir, un journal télévisé parlait de 31 Belges non encore retrouvés. Qu'en est-il alors exactement? In plaats van de vraag te beantwoorden, leest de premier zonder het zelf te beseffen de vraag opnieuw voor. Groesmoes op de banken van het CDH, waarvan de fractievoorzitter de premier op het spreekgestoelte gaat inlichten. Ah, je m'excuse. De premier moet terug naar zijn plaats om daar het briefje met het antwoord te gaan zoeken. Stel voor dat ik het juiste antwoord opzoek en dat ik u dan opnieuw te woord sta. Wat is het probleem met antwoorden op een vraag? En toch zijn er weinigen die de fout gehoord hadden, ook de tijdelijke voorzitter niet. Een paar seconden later kan premier Leterme trouwens antwoorden dat er donderdag om 12 uur van 25 Belgen in Haiti nog geen nieuws was. Je remercie le premier ministre pour sa réponse. Merci beaucoup.